Welkom bij een nieuwe video en vandaag laat ik je zien hoe de nieuwe loodsen in de game werken. Plus hoe je poedersuiker kunt halen, verpakken en verkopen. Dus de nieuwe update. Wij gaan deze dus even bekijken. Ik heb hem al bij jou getest. Plus ik laat dus al van alles zien hoe dat werkt. Ik heb al wat dingetjes gedaan. Ik ga eerst dus maar eens even de plantenloods doen. En natuurlijk, je kunt planten natuurlijk kun je halen op het eiland, dat heb ik jou een beetje laten zien. Maar dan ben je vast benieuwd hoe die plantenloods eigenlijk werkt. Je kunt trouwens in Funda kopen voor 1,2 miljoen. En waar je dan zeg maar de locatie vindt. Je weet vast wat het planten op het eiland is, daar is ook al wat planten. Dat is voor mij wel duidelijk. En planten zie je gelijk dan in je ogenblik als je er op het eiland komt. Dus dat is op zich niet zo hard te zien. Dan ga je eerst dus naar de kerncentrale. Dus moet je naar het minste deel van de kerncentrale. Niet waar de waterloods vroeger zat. Maar dus hier. En dan is het dus de bedoeling dat jij dit gebouw neemt. Dan ben je bij de kerncentrale dit gebouw. En dan kun je hier je plantenloods vinden. En dan denk je van wat kan je hier? Nou, hier kan je dus automatisch, als je planten hebt gehaald, je planten verpakken. Zonder dat je zelf er wat voor hoeft te doen. Het duurt wel vreselijk lang. Dus naar mijn tip is wel ook meer dat ik gewoon handmatig zou verpakken. Maar hier kun je ze automatisch wat verpakken. En hij is nu ook bezig met mijn planten, zeg maar, verpakken. Ik zit nu op 18 zakjes en ik moet nog 220 bedoel ik. Dus daarom. Nou, dat is het ook wel een beetje. Ik ga naar de volgende. Die plantenzakje laat ik gewoon wel even. En dan kun je ze op een gegeven moment bij het plantendeel op het boerenland. Nou, dan een derde huisje links kun je ze zeg maar dus verkopen. Nou ja, wij gaan nu een beetje aan de gang met poedersuiker. En ik ben toevallig ook nog, dat ben ik vergeten te zeggen, achter de nieuwe Black Market locatie gekomen. Dus ook die laat ik je zien. Die is gewoon verplaatst van een loods naar een huisje op het eiland. Dus nou ja, ik laat je zien hoe je dus aan de poedersuiker komt. Als eerste gaan wij even naar het eiland. Want daar is natuurlijk het eerste. Daar is de poedersuiker, moet je dus in blauwe tonnen op een verhoging kun je dat vinden. Dus we gaan even naar het eiland. We gaan dus even naar het eiland. En daar is dus de poedersuiker. En dan laat ik je ook gelijk de Black Market zien, de nieuwe locatie van de Black Market. Want die domme, want die vrij vet envelop is, die verplaatsen weer van alles. En dan moet ik weer van alles laten zien naar jullie hele video van mij. Afgelopen dinsdag die klopt de helft niet meer, omdat ik de plantenlood zit er niet meer in. En de planten zitten nu bij in, de poedersuikerlood zit er nu, nou ja, dat soort dingen. En dat heb ik er dus niet bij, en de Black Market is geplaatst. Dus die hele video heeft van het sommige dingen helemaal geen nut. Ja, weet je, ze verplaatst echt gewoon alles. Nou, wat heb je hier aan? Niks, maar ja. Ik ga als eerste nog eens even de Black Market laten zien. Dat lijkt me het meest logisch. Het is in een huisje, maar welk huisje weet ik precies niet uit mijn hoofd. Dat ga ik even snel zoeken, maar ik weet in een huisje. Wat de fuck, een lampo? 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 Nee, hier zie je dus die planten waar ik het over had in het begin van de video. Dus als je dus, godverdomme kutboom. Maar als je dus, nou, laat maar, als je dus die boom, als je dus planten wilt, dan kun je hier terecht natuurlijk. Is het misschien niet dit huisje, want ik denk het wel. Ja, dit. Oké, jongens. Je weet dat de loods. Daar zat eerst ergens altijd de Black Market. Die zit nu in dit huisje. Net een beetje naast de plofkraakmateriaal. En als je hier de garage gaat, vind je hier nu de Black Market. En kan jij dus Tyras kopen. Een dure M9 Ammo Box holster. En natuurlijk een tas. En dat moet duidelijk zijn. Dan gaan wij nu richting het poedersuiker. Spul. Het is wel best wel belangrijk. Dus ja, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen volgen. Als allereerste, je ziet het ook al bij hier. Je ziet hier op deze verhoging waar een oud huisje staat, hier allemaal blauwe tonnen. Deze blauwe tonnen is de bedoeling dat je daaruit de poedersuiker verzamelt en eruit haalt. Dat doe je dus tot je, nou ja, het is ongeveer tot 50. Natuurlijk, want je kan wel maximaal 50 poedersuiker of planten op zak hebben. Dus ja, we moeten even wachten, even verzamelen tot we een beetje 50 hebben. Dus hier is de poedersuiker.
Het kan wel zijn dat er eerst nog niet een game is, want dan moet je even een tijdje wachten tot het er staat. En soms verdwijnt het ook wel weer eens een keer. En dan moet je het weer wachten. Kijk, dat bedoel ik. Het verdwijnt weer. Dus ja, we hebben 20 poeder suiker. Dat moet voor mijn kant genoeg zijn, want ik heb ook nog 50 poeder suiker in mijn poeder suikerloods. En die poeder suikerloods gaan wij dus nu heen. En deze kun je dus bij Funda kopen voor 5,3 miljoen. En ja, daar gaan we dus even heen. Het is een locatie die je niet zou verwachten, naar mijn mening. Naar mijn inzicht bedoel ik. Het is vlakbij de ANWB, dat kan ik je wel zeggen. Dus ik laat je even de nieuwe plant, even de poedersuikerloods even zien. Ja. Nou, wij zijn weer bij de haven. En dus gaan wij weer naar de poedersuikerloods. Daarvoor gaan wij even een beetje richting de Albertijn. Nou ja, die jetski die boeit me geen flikker, die kan ik wel laten staan. Nou, dan gaan wij dus even naar de poedersuikerloods. Deze is dus bij een garagedeur, vlakbij de AMBB. Die pakte ik er even een Tesla, die heb ik even gekocht. Dat is een nieuwe auto in de car deal. Omdat was die 160k of zo. Ik heb hem dus gekocht, ik vind hem een mooie auto, dus ja. Maar wij gaan richting de AMBB, want daar is in de buurt dus die poedersuikerloods. Even kijken, ja, godsamme. Dit meen je even. Kleren, sorry. Klaar, sorry. Dat krijg ik zeker niet los. Oh, ik heb los. Haha. Niet weer. Goed. Oké, wij gaan nu naar die poedersuikerloods. Je ziet hier dus de AMBB. Meest logische plek. Je kunt dat ook je auto pimpen. Dan ga je hier dus, op dit wegje ga je links. En dan is het de garagedeur van dit huisje. Dus het derde huisje van deze weg rechts. Dus deze garagedeur vind jij de poedersuikerloods. En hier kun je dus zeg maar je poedersuiker verpakken. En zo te zien heb ik ook al 10 poedersuikerzakjes. Dus deze pak ik even erbij en ik ga even deze 20 poedersuiker hierin zetten. Nou, dan laat ik hem even verpakken. Automatisch. Nou, ik heb dus nu... even kijken. 10 poedersuikerzakjes en ja. Nee, waar denk je van? Arjen, waar kan je die dan weer verkopen? Daarvoor gaan we weer terug naar de haven, want daar kun je ze dan weer verkopen. Hot, oh, kleren, sorry. Dit vind ik niet kunnen. Waarom bots ik overal tegenaan? Dat snap ik niet. Maar ja, wie ben ik? Nou, weet zo, leuk auto. Zucht. Oké, Tesla, meewerken. Dankjewel. Ik vind die locatie van de poedersuikerloods ook best wel slim bedacht. Dat ik ben een huis, dat is niet echt te verwachten op zich. Oh god. Oh nee. Dit meen je even. Oké, hup. Ik heb los. Nou, hier nog wegkomen, ik ga een andere weg niet nemen. Nou, nogmaals, ik laat je even de dealer zien waar jij je poedersuiker kan verkopen. Dit is dus de haven, natuurlijk. En daar moet je dus even naar de containers. En dan is de laatste container, zie je zo. En dan is het deze. Je ziet hem hier ook al. Dus hier gaan wij onze poedersuiker even verkopen. Wil je poedersuiker 10 verpakking verkopen? Nou, daar heb ik dus 10k van gekregen. Leuk prijsje, nou ja. Ik laat dat ik je dus een poedersuiker verkopen. Dat was denk ik maar de video. Ik heb je laten zien waar je dus poedersuiker kan plukken, verpakken en verkopen. Ik heb je laten zien hoeveel ze kosten. En ik heb je ook gelijk laten zien waar je dus de plantenloods kan vinden. Om automatisch je planten te laten verpakken. Plus de nieuwe locatie van de Black Market die even een stukje verderop is. Dat was de video. Like hem weer en zeg altijd laters. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la.
abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja!